en welkom bij Een Wagen Vol Verhalen, het programma over tradities en gebruiken in Gelderland. Goedemorgen, Wijnand. Goedemorgen, Renate. Ik heb voor jou een bosbloemen meegenomen. Heeft u enig idee bij welke traditie deze gladiolen horen? Ja, bij de Vierdaagse in Nijmegen. En waarom nou juist gladiolen? Ik zou het nog niet weten. Geen idee? Nee. De dood of de gladiolen? Ja, nou heb ik liever de gladiolen, hoor. De dood of de gladiolen, tot welke tijd komt dat? Ja, dat is gezegd door Kneteman. Maar volgens mij komt het al van veel verder voor. Wat dacht u van de gladiatoren, die gevechten? Wat werd dat is gladius. Dat is het zwaard. Dat is de bloem naar genoemd. Maar de dood of de gladiolen komt van Kneteman. Nou. Huurrennen, ja, dat klopt. In de tijd van de gladiatorengevechten werd dat van de tribunes gescandeerd. Ja. Gladiolen lijken dan weer een beetje op zo'n zwaard. Wat gebruikt. Dus hebben mensen een mooie prestatie geleverd, ja. dan krijgen ze de gladiolen. Ik heb mezelf ook één keer gewandeld voor Vierdaagse en de dag voor Groesbeek is wel die dag, ja. Wat is dan het mooiste stukje op die dag? Ja, uiteraard Zevenheuvelweg. Zevenheuvelweg, ja? Ja. Nou, ik zeg, als u de Vierdaagse heeft uitgelopen, dan hebt u sowieso een gladiool verdiend. Nou. Alsjeblieft. Dankjewel hoor. U heeft hem gelopen? Ja, jaren geleden. Helemaal uitgelopen. Helemaal uitgelopen. Nou, dat vind ik dan een prachtige prestatie. Ik krijg dit van mij een gladiool. Oh, hartstikke lief. Kijkt u eens. Zet hem thuis in een mooie ja, vas. Ja, doe ik. Hartstikke fijn. Ja. Dan misschien een kleine stimulans. Krijgt u van mij deze gladiolen? En dan spreken wij nu af dat u hem, nou, zullen we zeggen, binnen nu en 2 jaar gaat lopen? Ja. Mooi deal? Ja. Kijk eens. Oké. Alsjeblieft. Nou, dankjewel.